Basisschool De Nomgang uit Schaik heeft een nieuwe directeur in de persoon van Jeroen van Erp. De personeelsleden van de school hebben al uitgebreid kennis met hem kunnen maken. Wie is hij en wat zijn zijn aandachtspunten? Lander TV zocht hem op. Jeroen van Erp, sinds 1 augustus 2018 de nieuwe directeur van Basisschool De Omgang. Middels een praatje willen we nader kennis maken met Jeroen. Dus Jeroen, begin maar eens met jezelf voor te stellen natuurlijk. Wie is Jeroen van Erp? Oké, Jeroen van Erp is 47 jaar. Ik woon in Groesbeek. Ik hou heel erg veel van sporten. Ik heb 2 kinderen, die sporten ook vrij fanatiek. Ik heb een vrouw die ook heel fanatiek sport. En mijn vrouw en ik hebben eigenlijk dezelfde passie, dat is onderwijs. Ik werk eigenlijk al mijn hele leven nadat ik uit het leger ben gekomen, dat moest in die tijd nog, ben ik direct het onderwijs ingerold en inmiddels heb ik een aantal scholen doorlopen en ben ik op Den Omgang terechtgekomen. Zit allebei in het onderwijs, je vrouw en jij? Ja, we zitten allebei in het onderwijs. Nou, dat was, en vechten die een beetje thuis altijd of zo? Uiteraard, onderwijsmensen zijn heel eigenwijze mensen. Dus, dat moet ik zeggen. En u komt ook uit het onderwijs, geloof ik. Ik kom ook uit het onderwijs, dus je weet er alles van. Dus, ja. Nou, je hobby's, we hebben het net al een klein beetje over je hobby's gehad. Het is vooral sporten, zei je, is mijn hobby. En we hadden in de voorbespreking ook al een klein beetje gesproken. Hardlopen op een vrij hoog niveau, heb ik begrepen. Ja, dat zei de cameraman zojuist, maar dat was wel in vroegere tijden. Dus ik heb vroeger echt op nationaal niveau gelopen en nu is het vooral je conditie bijhouden en toch zorgen dat je langzamerhand wat afbouwt. Hè? Want dat schijnt ook belangrijk te zijn en ook goed te zijn voor je hart. Ja? Jeroen, je zei, ik woon in Groesbeek. Kom je uit Spronkheid, de kant van Groesbeek? Ik hoorde straks ook een keer dat je een contract had gehad in Rotterdam met lopen. Maar kom je oorspronkelijk ook van Groesbeek? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Wijchen. Dat ligt niet zo gek ver weg, uiteraard, van Groesbeek. Dat is 25 kilometer. Maar mijn vaderskant, die komt wel uit Schaik en uit de Reek. En als het goed is, dan is mijn opa, van mijn vaders kant dus, die is hier directeur geweest van de, in eerste instantie geloof ik, de jongenschool en daarna van de lagere tuinbouwschool. Jeroen, je zegt, ik heb al een hele carrière doorlopen in het onderwijs. Je hebt, hoorde ik straks in het voorgesprek, je hebt ook zelfs gedeeltelijk part-time en sport met elkaar gecombineerd, onderwijs en sport met elkaar gecombineerd. Mm-hmm. Wat heb je al als ervaring in het onderwijs? Heb je meerdere scholen gehad? Heb je scholen zoals deze school gehad? Ik heb een OVB-school. Daar ben ik eigenlijk gestart. Dat was vroeger het onderwijsvoorrangsbeleid. Hè? Dat eigenlijk ook wel een hele mooie ervaring om op zo'n school te beginnen. Daar kun je wat mij betreft heel veel voor de kinderen betekenen. Wat meer dan op een reguliere school. Dat was in die tijd dat je ook nog thuis naar de mensen thuis ging. De huisbezoeken en dat je echt goed zicht kreeg op waar de kinderen en wat voor omstandigheden de kinderen woonden en leefden. Daarnaast heb ik op een openbare school gewerkt, op een Rooms-Katholieke school. Regulier onderwijs, voornamelijk allemaal regulier onderwijs en nog niet op een Daltonschool. En wel allemaal ook binnen dezelfde stichting. Ja, binnen, maar niet binnen Stichting Optimus, want je bent nu nieuw bij Optimus, hoor ik straks. Ik heb bijna 25 jaar volgemaakt bij Stichting Sport. Dat staat voor Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. En na 25 jaar ken je de mensen, je kent de routines. En ik vind het persoonlijk wel heel erg prettig. Ja, die ben ik vergeten uit te zetten natuurlijk, de telefoon. Mooi dat het praktisch doen. Dus ik hoop dat de collega hem opneemt. Ja. En op een gegeven moment denk je van, ik wil verder kijken. Ja. Optimus, ik zag mooie vacature. En ik dacht, ik ga gewoon het gesprek aan. Toen zag je die mooie vacature bij Optimus. Nee, ik was al directeur. Hè? Oh, je was al directeur? Ja. Ik heb in de Titusbergen, de Titus Brandsma in Bergendal. Daar ben ik 4 jaar lang directeur geweest. Okay. En dat was een school waar het nodige moest gebeuren. En dat vind ik leuk, want zoals u weet heb ik een sporthart. Ja. En ik hou ervan om opbrengstgericht te werken. En dat is ook datgene wat mij in deze vacature heel erg aansprak. En vandaar ook dat ik gesolliciteerd heb. Ja, want je zag die annonce staan, die aanmelding zag je staan van directeur basisschool De Nomgang in Schaik. En jij klim in de pen.
Ik ga bellen of ik ga schrijven. Ja, ja, want het was natuurlijk zo dat ik voor een andere stichting wilde werken. Ja. Nou, een eigenlijk mijn beste vriend, Jacques Damans, die was directeur op de Waai. Ja, je hebt het natuurlijk vaak over onderwijs. Ja. En die gaf aan van, goh, Jeroen, als er een keer bij Optimus een plek vrijkomt, is gewoon heel interessant. Dan zou ik als ik jou wil solliciteren. Nou ja, vervolgens kwam er een vacature en toen dacht ik van, nou, ik ken de stichting waar ik zat. Mijn school stond. Ja. Ik had echt het gevoel van, ik kan achterover gaan leunen en dat is niet mijn stijl. Nee. Dus dacht ik van, ik ga solliciteren. En ja, eigenlijk het eerste gesprek was al heel plezierig. En vervolgens had ik nog een gesprek uiteraard ook met de bestuurders. Dat was ook allemaal heel aangenaam. En ik had het idee dat ik ook wel dan de juiste persoon was om op de omgang te starten. Maar toen maakte je kennis met een hele andere vorm van onderwijs. Toen, ik weet niet of je, ja, je zult natuurlijk uit je studie wel Dalton gekend hebben. Maar de echte in praktijk Dalton onderwijs heb je denk ik nog nooit meegemaakt of aan les ingegeven. Ja, vind ik eigenlijk wel heel interessant, want ik weet nog dat ik volgens mij in mijn eerste gesprek heb gezegd dat Dalton, en dat bedoel ik helemaal niet vervelend, nee. Ik hoop ook niet dat het vervelend overkomt, nee. Maar dat het hedendaagse onderwijs eigenlijk allemaal Dalton onderwijs al een heel eind is. Dus als je gaat kijken naar weektaken, als je gaat kijken naar samenwerken, als je gaat kijken naar evalueren, reflecteren wat je met kinderen doet, dat zie je gewoon in het reguliere onderwijs, ja. Ook. Dat heeft zich doorontwikkeld. Dalton was natuurlijk wel eigenlijk een van de grondleggers, zou ik haast willen zeggen. Maar je ziet wel dat het onderwijs gewoon mee is gegroeid en, ja. En eigenlijk hetzelfde biedt als wat Dalton onderwijs ook, ja. Biedt. Je eerste week zit er nu op. Ja. Je eerste reactie van deze week. Waar moet ik beginnen? Ja, er kwam heel wat op je af, denk ik, toen je de... Ja, nou, er zijn natuurlijk er zijn wat nieuwe systemen die, ja. Die wij niet gebruikten en waar je dan jezelf in moet verdiepen. Er zijn natuurlijk, want er is een interim directeur hier op school geweest. Dus ja. Dat betekent over het algemeen dat er een aantal zaken nog moeten gebeuren die normaal gesproken wellicht wat eerder gebeurd waren. Dat betekent eigenlijk dat ik meteen lekker vol energie flink aan de bak kon deze week. Heb ik ook gedaan. Dat vind ik ook leuk. Dat heb ik net ook al uitgelegd. Ja. Voor mij is onderwijs eigenlijk continu lopen en niet stilstaan. Zoeken naar oplossingen, doelen proberen, ja, te bereiken. Juist, ja. Juist. En ook kijken wat hebben de mensen nodig en, ja. En vooral wat hebben kinderen nodig. Dat is natuurlijk altijd je uitgangsbasis van wat hebben de kinderen nodig en hoe krijg je een veilig schoolklimaat. En in eerste instantie zal ik ook moeten kijken van wat is de schoolcultuur en, ja. En wat zijn de highlights, wat gaat hartstikke goed en wat zijn de dingen die ontwikkeld kunnen worden en die wellicht ontwikkeld moeten worden. Ja. En daar neem ik wel even de tijd voor en daar wil ik ook graag het team bij meenemen. Maar we hebben een hele mooie start gehad. Mensen zijn enthousiast, mensen zijn ook enthousiast over de school. Om heel eerlijk te zijn, toen ik hier voor het eerst kwam aanrijden, toen dacht ik echt wauw. Ik ben echt met mijn neus in de boter gevallen als het, ja, gaat om de school en de omgeving. Om het gebouw, de omgeving. Ja. Ja, en toen ik maandag op het schoolplein stond, en ik vind dat prettig om ouders en kinderen bij de poort al te ontvangen. Merkte ik ook dat misschien wel de Brabantse warmte, de gezelligheid, die ervaar je wel al. Ja. En mensen zullen toch even, denk ik, ga ik even vanuit de kat uit de boom kijken. Hè, van, goh, ik ben de derde directeur in een jaar. Dus ik kan me voorstellen dat het even kat uit de boom kijken zal zijn. Maar ik hoop dat het heel snel, dat ik een duidelijk persoon ben en dat, ja, mensen heel snel aan me gaan wennen. Heb je ook een opdracht meegekregen van het bestuur? Want ik hoorde net zeggen van, ik ben hier de derde directeur in een jaar intussen. Ik kan me indenken dat het bestuur zegt van, nou, we willen daar nu op het moment een beetje rust in het in het onderwijs, in school hebben. Ja, wat ik hoor heel goed wat je zegt. Was wel leuk, want een van de kinderen zei blijf je lang. Toen ik, ja, de maandag in eerste instantie even alle klassen succes ging wensen voor het komend jaar. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel mijn doel. Ik wil hier een aantal jaren zijn.
En ik denk ook dat het logisch is dat het bestuur zoiets heeft van, we willen ook gewoon rust. Hè? Je wil ook doorontwikkelen. Want op het moment dat je verschillende directeuren hebt, heb je natuurlijk ook verschillende visies. Blijven zaken en stilstaan. Precies, dus wat je wil is eigenlijk samen gaan bouwen aan iets naar wat mijn idee iets heel moois kan zijn en iets heel moois kan worden. En wat voor een groot gedeelte ook al iets heel moois is. Ja. Dus de opdracht is vooral van ga met de school, maar dat heeft elke directeur binnen Optimus, denk ik. Ga ik even vanuit die opdracht. Ja, 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 ja. Ga er iets heel moois van maken. We zijn opbrengstgericht, willen we heel graag werken. Maar daarnaast wil je ook kinderen in groep 8 natuurlijk als eigenlijk al als kleine wereldburgers naar het VO laten gaan. Ja, we zullen er alles aan doen om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja. Jeroen, deze school weet ik, die kende een aantal zaken die waar ze met ouders heel veel en hard aan werkte. We noemen bijvoorbeeld Koningsdag. En ik zie hier de film op bij ons staan. En wij weten dat we elk jaar hebben ze een soort hobby-doedag hebben ze. Om daar kunnen de kinderen eens een keer op een andere manier aan een onderdeel gaan proeven. Ze mogen zelfs met onze cameramensen filmpjes gaan maken en, en zo. Dus overal. Ken je al een aantal activiteiten? Heb je al iets gehoord van activiteiten die er dit jaar op stapel staan hier op school? Ja, je hebt natuurlijk de Koningsspelen. Ja. Dat vind ik persoonlijk een hele mooie, ook met mijn achtergrond. Die doen we ook samen met de regenboog. Ja. Ik heb de collega ook al leren kennen. Ja, hele prettige samenwerking, denk ik. En mensen zijn eigenlijk allemaal vol lof. Dus dat is iets waar ik nieuwsgierig naar ben. En wat sowieso natuurlijk doorgang krijgt. Uit je kunstdak. Dat is een dag waarbij kunst zeg maar centraal staat. En waarbij kinderen volgens mij op een andere manier met handvaardigheid bezig zijn. Ja. Dan een beetje het regulieren. Even kijken, die twee dagen gehad hebbende, dat zijn de eerste waar ik aan denk, sprak ik vanochtend een ouder en het ging over carnaval. Nou, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat hier gevierd wordt. Volgens mij wordt hier ook gevierd in Schaik, wat echt gevierd, heb ik begrepen. Ja. Nou, toevallig ben ik wel wat dat betreft een carnavalist, dus dat lijkt me hartstikke leuk. Daar heb ik ook heel veel zin in om dat te beleven. Volgens mij doen we dat ook samen met de regenboog, dus die samenwerking met de regenboog, dat vind ik wel een belangrijke. Ja. Even kijken, wat zijn nog meer zaken? Ja, daarnaast heb je natuurlijk, het eerste wat bij mij opkomt, zijn ook wel onderwijsinhoudelijke zaken. Ja. Maar die andere zaken, ja, die heb ik zojuist verteld. Dat zijn de eerste die in me opkomen. Heel mooi. Je bent nu directeur van de omgang. Maar betekent dat je compleet directeur van de omgang bent? Of heb je nog neventaken? Nou, we hebben hier nu de taalklas. Ja, oh ja. De taalklas, dat is voor mij nieuw. Dat valt wel onder mijn verantwoordelijkheid. Dus dat is iets wat er, zeg maar, eigenlijk als extra klus, hè, zoals u het noemt, erbij zit. Dat vind ik ook leuk, dus daar wil ik me ook graag in verdiepen. En dat is vooralsnog nu, zeg maar, het enige dat erbij zit. Ja. Maar ik denk ook dat het voorlopig ook voldoende. Voorlopig geven, ondanks het feit dat ik een sporter ben en graag hard wil lopen, is dat denk ik even voldoende. Ja. Even terugkomen op die taalklas. Die taalklas zijn kinderen uit heel de gemeente Landert die dan naar hier toe komen en extra taalonderwijs krijgen. Juist. Ja. Nou, dan hebben we het goed, want daarom zeg je, is het een extra taak. Dus het is niet een stuk van de omgang, maar het is een stuk van het onderwijs van de gemeente Landert. Ja, Jeroen, ik denk dat we een klein beetje inzicht krijgen wie Jeroen en wie Jeroen is. En dat, ik denk dat Schaik heel blij mag zijn met de directeur Jeroen van Erp. Want ik heb de indruk dat je daar echt flink tegenaan wilt gaan en wilt zeggen van, nou, hier wil ik een paar jaar mijn tanden inzetten om te zorgen dat dit een hele, zoals het nu al loopt, maar nog een beter lopende school wordt van Schaik. Ja, ik heb daar inderdaad heel veel zin in. En ik hoop ook echt dat ik over 5 jaar, dat u nog kunt zeggen, Schaik heeft er geluk bij dat Jeroen van Erp, dat hoop ik. Hè, dus over 5 jaar mag u mij afrekenen. Wat, dan mag u al over een jaartje. Dus wat dat betreft bent u van harte welkom. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om met het team hier, ondanks het feit dat het al een hele mooie school is en heel veel dingen heel goed gaan, zou het heel mooi zijn als u kunt zeggen over een jaar, hey, maar er zijn wel een paar mooie dingen bereikt. Ja.
ik hoop dat ik, als je afscheid neemt, dat ik ook weer met jou aan tafel mag zitten om terug te kijken op dit gesprek. Ik wens jou heel veel succes, heel veel geluk en heel veel plezier in Schaik. En ik weet aan de Schaikse mensen zal het niet liggen. Dus ik denk dat je met open arm hier ontvangen wordt en dat je een hartstikke mooie carrière hebt. Succes, Jeroen. Bedankt voor het gesprek. Dank je wel.